Goedemiddag allemaal. Van harte welkom. Spannend moment. Speciaal moment. Jullie hebben ons net zien binnenkomen met deze fantastisch mooie tulp. Deze tulp gaat zo meteen gedoopt worden door deze elegante, dynamische, sterke vrouw. Wij als Tulppromotie Nederland gunnen het jou zo ontzettend om deze tulp op jouw naam te zetten. Je werkt voor Pink Ribbon. Wat je doet, liefdadigheidswerk, vrijwilligerswerk, de stichting Dada waar je bij betrokken bent. Chapeau vanuit ons vak. Hulde met deze tulp die jij zo meteen gaat dopen. De naam is geen verrassing. Dat gaat Quinty Arcrust worden. Ja. Voordat ik de tulp ga dopen, wil ik wel even zeggen dat ik ongelooflijk vereerd ben. En heel dankbaar dat ik mijn eigen tulp krijg. Want wie kan nou zeggen dat hij zijn eigen tulp heeft en dat de tulp vanaf volgend jaar gewoon overal ter wereld verkocht gaat worden. En dan de naam, Tulipa Quinty Trust, voelt me helemaal te gek. Ik vind het ook zelf echt een beeldschone tulp. Het is de enige dubbelbloemige oudrosse tulp ter wereld. En het heeft 23 jaar geduurd voordat de tulp is zoals hij nu is. En ik ben me laten vertellen dat het een hele sterke tulp is, toch? Jazeker. Net zo sterk. Eigenlijk als jij, en je hebt gepresenteerd al die jaren, hij is onvergankelijk, maar hij wordt straks door heel de wereld in verkocht. Ik denk dat we nu overgaan tot officiële handeling om het helemaal te verzegelen. Ik zou zeggen, laat de champagne komen. Voor iedereen die nog foto's of dergelijke maakt en op social media gooit, hashtag tijd van tulpen. Handhandig, kunnen we alles terugvinden. Zeker, dankjewel. Dan doop ik hierbij deze beeldschone tulp en hoop dat heel veel mensen heel veel plezier en vreugde gaan beleven als ze deze in de woonkamer willen staan. Thank you.